Ja, dit is alweer aflevering nummer 16 van het Bitcoin Journaal met Robin Heester en Wessel Simons. We beginnen gelijk met het nieuws. Bitcoin als betaalmiddel voor 65.000 retailers in Zwitserland. Ja, Bitcoin Suisse is een hele bekende partij in Zwitserland. Een van die oprichters zit ook achter Crypto Valley in Zoek. Dat is eigenlijk een soort Silicon Valley voor cryptobedrijven. Ze hebben een partnership gesloten met Worldline, dus niet te vormen met World Online. Ken jij dat nog? Online? Ja, van naam, maar de millennial in mij zegt hier, nee, hier houdt het mijn Nina kennis Brink? Op. Nee, zeg maar niks. Oké, okay. Nou, het komt op neer dat Worldline is een belangrijke provider van betaaloplossingen. Hè? De betaalterminals in de fysieke winkels, maar ook online. En die hebben dus eigenlijk hun software geüpdate, dus dat je ook gewoon met crypto kan betalen, waaronder Bitcoin. En dat gaat dus om 65.000 winkels en webshops. Dus dat is ook wel een adoptie. Ja, die kunnen het gaan accepteren of die accepteren het automatisch? Nou, die gaan dus Bitcoin accepteren. Dus jij kunt met jouw Bitcoin via een QR-code kun je daar gewoon betalen. Ja, dus jij kan je Bitcoin gebruiken om de dagelijkse boodschapjes te doen daar. Of gaat het puur om retailers van webwinkels? Nee, het zijn dus ook gewoon, winkels, tabakshops. Iedereen die aangesloten is bij Worldline neem ik dan aan. Zoiets. Precies, ja. Precies. Dat is wel een flinke stap. Tegelijkertijd is het dus zo dat je Bitcoin kan gebruiken als betaalmiddel. Maar de winkeliers die krijgen in principe, als ze dat willen, denk ik, gewoon in eurotjes uitbetaald. Ja, of Zwitserse franken in dit geval. Maar dat is eigenlijk een soort halve adoptie, kun je zeggen. Maar het is in ieder geval een eerste stap, toch? Ja, nee, zeker. Het is sowieso, kijk, hoe je het ook bent verkeerd, er wordt betaald met Bitcoin. Of degene die uiteindelijk de betaling ontvangt, nou in een andere valuta betaald krijgt. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Ja, de vraag is of mensen dat ook gaan doen. Of dat ze gaan oppotten. Nou, je merkt bijvoorbeeld in Nederland dat je bijvoorbeeld Molly, die hebben het best wel lang ondersteund. Maar die zijn in juni of juli zijn ze ook gestopt in Nederland met ondersteunen daarvan. Klopt. Daartegenover heb je bijvoorbeeld Thuisbezorgd, waar het wel nog steeds geaccepteerd wordt. Maar ik heb niet het idee dat dat per se een grote hit is. Ja. Wat ook logisch is, want er zit gewoon op dit moment veel bitcoiners die investeren er ook in. Kijk, je kan er wel een marketingpraatje van houden. Van ja, je moet af en toe even je bitcoin uitgeven. En ik doe dat ook wel eens af en toe. Ik heb wel eens een spelletje gekocht. Ik heb wel eens wat besteld. Ik heb wel eens wat in China besteld. En dat ik dan met bitcoin betaal. Sowieso makkelijker dan op een andere manier naar China geld sturen. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik nog niet zoiets van, ik ga dagelijks dit en dit doen. Want daar is het ook nog niet zo geschikt voor op dit moment. Nee, komt dat ook natuurlijk omdat je misschien op dit moment nog hoopt dat het meer waard wordt? Ja, en de euro werkt gewoon voor dagelijkse betalingen. Werkt dat voor mij prima. Ik ben niet geforceerd aan het zoeken naar mogelijkheden om te betalen, zeg maar. Jij wel? Dus, nee, ik ook niet, maar de euro werkt dus op dit moment. Als betaalmiddel, sure. Ja. Maar dat betekent niet dat het niet beter kan. En daarom heb je Bitcoin. Ja, nou wat zou Bitcoin beter kunnen doen? In ieder geval, zij kunnen ervoor zorgen dat bepaalde tussenpersonen, ik denk dan in eerste instantie aan betaalproviders bijvoorbeeld. Het hoeft niet direct een centrale bank te zijn, maar in eerste instantie ook aan betaalproviders of bijvoorbeeld ook commerciële banken. Ja, kijk, Bitcoin die doet niks natuurlijk. Iedereen moet dat zelf bepalen. Het hele ecosysteem die moet gewoon nog aanpassen ook aan Bitcoin. En dit vind ik zo'n stap dat ik denk van ja, hoe je het ook bent of keert, er zijn nu 65.000 extra winkels die Bitcoin accepteren. En dit is gewoon een goede stap, denk ik. Ik denk dat we daarmee, het heeft niks met massa-adoptie of wat dan ook te maken. Want je moet eerst maar eens kijken hoe vaak het gebeurt. Ik kan me voorstellen dat het misschien nu het nieuws is dat de mensen in Zwitserland die Bitcoin hebben eventjes wat gaan kopen. Maar het is leuke marketing, zeg maar. Ja, precies. Zowel voor het bedrijven als voor Bitcoin zelf is het allemaal, ik denk dat het win-win is. Meer betalingsmogelijkheden is denk ik altijd goed. Ja, je zag ook in Frankrijk, hè, dat daar iets van 25.000 winkels waren waar je met Bitcoin kan betalen. Ja. En Zwitserland loopt sowieso wel voorop, hè, want ze hadden deze week ook werd bekend dat CEBA, niet te verwarren met de CEPA. De CEBA, dat is een cryptobank. En die hebben dus echt een volledige banklicentie gekregen. Vergelijk het met een normale commerciële bank in Nederland. Maar die gaat dan ook Bitcoin verkopen. Hè? Dus kun je voorstellen dat de Rabo of de ING of de ABN gewoon zegt, oké, wij gaan ook Bitcoin verkopen. Ja, ABN is dat best wel een stap. ABN had bijvoorbeeld Wally, heette het geloof ik. Ja, dat was een proefproject. Ja, nee, Wally is wat anders. Wally was een wallet. Heette dat Wally, ja?
Ja. Oké. Okay. Anyway. Nou, dat hebben ze gekild. Die zijn toen begonnen met het uitproberen. Maar dat hebben ze vrij vroeg weer... Dat was voor mij ook een beetje uitgelekt. Dat was niet echt de bedoeling dat iedereen het zo ja, het was zou een soort, pakken. Soort marktonderzoekje ja. onder 500 klanten. En op basis van dat marktonderzoekje hebben ze besloten om het niet te doen. Ja. Ik weet nog wel dat... Misschien achter de deuren wel hoor. Maar in ieder geval niet in het publieke domein. Dat was begin dit jaar inderdaad. Ja. Dat het, maar goed, ja... Ik denk dat zij, want dat is een beetje een aanname, we hebben natuurlijk nog steeds te maken met een relatief kleine asset, met een relatief kleine gebruikersgroep, zou je kunnen zeggen. Ja, hoewel zeker. In Nederland zit je toch al boven de 500.000 gebruikers. Hè? Volgens de officiële cijfers in ieder geval. Ja. Je weet het niet. Maar goed, we zitten nu meer in de flow hè, van bijvoorbeeld Apple Pay en Google Pay en Facebook Pay. Wat er nu ja, aankomt. Facebook Pay komt er. Dus in ja. principe zitten we nog een beetje in die fase ja. en... Dus men is er misschien ook nog niet helemaal klaar voor. In Zwitserland blijkbaar wat meer. Ja. Want kijk, bij Zwitserland, hoe je het ook bent of keert, je denkt ook altijd als het over geld gaat, denk je toch ook aan de Zwitserse bankrekeningen en zo. Dat land heeft gewoon ervaring met hoe je assets moet beheren waar niet iedereen aan kan komen of dingen van mag weten. En ik denk dat Bitcoin, ook voor Zwitserland, die natuurlijk, hoe je het ook bent of keert, gewoon een beetje ingekapseld zit binnen Europa, best wel een interessant iets is. Ook voor op regeringsniveau. Je zou kunnen zeggen, Bitcoin zou een goede handel zijn. Je hebt natuurlijk ook wel een beheerder zoals Xapo. Xapo is een custodian hè, ja. die ook in Zwitserland zit. En die hebben dan bijvoorbeeld de private keys, private keys ja. bewaard. Kijk, mijn Bitcoin is best in handen van mezelf. Maar ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn, bijvoorbeeld investeerders. Dan kan ik me voorstellen grote hoeveelheden. Ja, stel dat je voor een paar miljoen of misschien nog wel meer aan Bitcoin wil kopen. Dan kan ik me voorstellen dat je niet met je treasure zelf wil pielen, maar dat je wat meer garanties wil. Het gaat een beetje in tegen Bitcoins kernwaarde of zo. Maar ja, iedereen mag doen met zijn Bitcoin wat hij wil. Dus ook naar een bank brengen. Ja, ik kan me zo voorstellen. Kijk, dat je wil gewoon een deel van je eigen Bitcoin misschien in eigen beheer hebben. Be your own bank. Maar dat wil niet zeggen dat je alles zeg maar zelf moet beheren. Het kan zijn dat je gewoon ervoor kiest om een deel ook ergens anders te... Het is geen zwart-witte... Het belangrijkste is het woord keuze, kiest. Je kan kiezen of je je treasure onder je matras stopt... of dat je gewoon je geld naar de bank brengt. Maar nu bij de euro is dat niet. Ja, je kan wel 1.000 euro onder je matras stoppen... maar als jij grote hoeveelheden geld hebt, dan kan je dat niet thuis bewaren. Ja. Ja, maar we komen dan in een hele andere discussie, ja. Maar laten we inderdaad... Bij de banken blijven. Is wel een interessante discussie. Maar zal ik het zo zeggen, Bitcoin gaat niet dat bestaande systeem nu, met name dat betaalsysteem, ja, dat is echt de weg van de meeste weerstand, weet je wel. Komt wel, met Lightning en zo ben ik van overtuigd, alleen dat heeft gewoon tijd nodig. Ja, we hadden zo'n heel interessant grafiekje, had ik gezien, van Willy Woo. Willy ja. Woo, dat is een analist op Twitter. En... Ja, hij schetst echt wel gewoon helemaal uitgezoomd. We hadden natuurlijk eerst goud. Dat was duizenden jaren ons betaalmiddel. Toen hadden ja. we zeg maar eigenlijk tot 1973 hè? Goud. Werd de goudstandaard afgekoppeld. En toen in 2008 was de bitcoin. Dus je had zeg maar 35 jaar dat je een soort van ja, hegemonie van banken hebt. Nou, toen kwam bitcoin. Nou, die hegemonie van banken gaat voorlopig nog wel even door. Ja. Maar er wordt wel aan de stoelpoten gezaagd. Kun je zeggen. Dat is een beetje thans. En ja, niet alleen door Bitcoin, maar dus ook gewoon door technologiebedrijven. Techbedrijven, zeker. Van Apple Pay tot en met Facebook Pay tot en met Libra. Allerlei zijn kleine hapjes uit het bankwezen eigenlijk. Nou ja, Andreas zei dat ook op zijn Twitter van... Stop er nou mee vanuit de Bitcoin community om juiste techbedrijven bewijs van aan te gaan vallen, zoals hè, bijvoorbeeld Facebook. Maar richt je dan in eerste instantie op die bankensector, hè? Want ja. die komen er weer mee weg. Ja, behalve dat Andreas dat wel mag roepen, maar iedereen mag dat gelukkig ook bij Bitcoin zelf bepalen waar je tegenaan trapt. In de zin van als Facebook zo'n Libra uit wil brengen, dat is ook gewoon een centrale munt. Dat is eigenlijk net zo kut als de euro. Pardon my French. Ja, hey, oké, okay. Got your point. Maar ja. Ik bedoel, de gemiddelde bank, zal ik het zo zeggen, het bankenconglomeraat is nog steeds wel iets machtiger dan ja, Facebook. Ja, zeker. Goed, over banken gesproken. Ja. De Royal Bank of Canada onderzoekt de mogelijkheden voor een eigen bitcoinbeurs eigenlijk.
En, dat is nog een stapje verder eigenlijk dan het alleen aanbieden, eventueel ooit. Ja, nee, inderdaad. Dus echt de handel faciliteren, zeg maar. Iets wat, wat Coinbase natuurlijk ook doet. Hè? En nu gaan traditionele banken gaan dit ook doen. Canada staat wel bekend als een land met een hoge adoptie aan... gaat het ook doen. Ze zijn ermee bezig, de Royal Bank of Canada. Ze zijn aan het onderzoeken hoe het eventueel geïmplementeerd kan worden. Kijk, en dit is natuurlijk ook weer zo'n ding. Het trekt het een beetje naar het vertrouwen voor mensen. Als jij... in-app, bij je bank waar je al zit, bitcoin kan kopen. Ja. Dat is gewoon makkelijker. En het zorgt ook gewoon voor legitimiteit. Kijk, je kan ervan vinden wat je wil. Maar in de praktijk mag iedereen met bitcoin doen wat hij wil. Punt. Nou, daar hoort er dus ook bij dat zulke banken zoiets hebben van... nou, laten wij gewoon de handel gaan faciliteren. En dan kunnen we er nog wat knaak aan verdienen misschien. Tegelijkertijd moeten we nog maar zien of dit überhaupt ooit live komt. Maar het toont wel aan dat bedrijven, ook banken dus, druk bezig zijn met implementeren van... eventuele winstgevende modellen rondom bitcoin. En dat is super interessant. Nou ja, er zit nog wel een andere ethische discussie. Want je zegt wel heel makkelijk, je mag doen met bitcoin wat je wil. Maar mm-hmm. op het moment op het netwerk dan, hè? Ja, op het netwerk. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld kinderporno meer zou afrekenen, zou je daar dan moeite mee hebben? Dat zijn allemaal van die ethische vragen. Hè? Dus moet je daar bitcoin voor afrekenen? Voor afrekenen. Je moet daar bitcoin niet op afrekenen, want dat is maar een hele kleine groep hopelijk die van de wereld die dat doet. Het is zeg maar, bitcoin mag iedereen gebruiken. Ja, dus ook mensen die dingen doen waar jij het niet mee eens bent. Ja. Dat is het eigenlijk hele verhaal. Zoals dat ook met fiat geld gebeurt. Ja, omdat je anders, heb je dus wat je nu hebt, dat er mensen gaan bepalen wat wel ethisch is en wat niet. En dat je afgesloten wordt van bepaalde dingen. Dat is een mooi bruggetje naar PayPal. Geen acteurs van Pornhub meer betalen. Oftewel de dames en heren die graag delen van hun lichaam tonen op die website. Die moeten een andere manier vinden om hun betalingen te regelen. PayPal zegt van we gaan niet meer jullie salaris uit... Wat is de reden eigenlijk daarvan? Ja, dat hebben ze niet echt opgegeven. Gewoon we gaan het niet meer doen, punt. Okay, en dan komt de vraag censuur, van... Dus. Sorry? Dat is censuur. Ja, en dan is de vraag... Kan Bitcoin hier een rol in spelen? Dus ik ben even een beetje op Twitter gaan kijken. Toen was er een actrice, Shayla Jennings heet ze. Die is al een aantal jaar geblokkeerd door PayPal. Nee, ik heb er geen... niet bij naam in ieder geval. Nee, misschien niet. Als ik een fotootje zie. Nee, maar die is al een paar jaar niet meer... wordt niet meer ondersteund door PayPal. Maar die geeft ook aan op Twitter van... joh, ik ga geen cryptocurrency accepteren. Dat is niet voor haar. Dus dan, want mijn eerste gedachte was, hey, Bitcoin kan dit oplossen, want je kan gewoon een transactie sturen en je bent klaar. Ja. Maar er is nog niet echt een bepaald ecosysteem binnen Bitcoin die zegt van, die het zo makkelijk regelt als PayPal natuurlijk. Bij PayPal is het, schrijf maar elke maand wat af en ik heb een abonnement, klaar. Ja. Nou ja, dus zij komt er nog niet mee klaar, zeg maar. Nee, flauw. Nee, goed. Dus, maar je wil zeggen, Bitcoin kan... Hè, mensen kunnen bewijzen vanuit hun eigen platform, in dit geval Pornhub. Ja. Kunnen ze gewoon hun adres of een QR-code... QR-code en je bent klaar. Kijk, en ik denk zelf, dat als, eigenlijk moet er nog een tussenstap komen... dat Pornhub gewoon de Bitcoin faciliteert, zeg maar, of de betalingen. En dan het verdeelt onder die acteurs en actrices. Ja. Maar... dan kom je eigenlijk weer bij hetzelfde uit. Dan heb je weer een partij die ertussen zit. Dan is het niet PayPal, maar dan is het Pornhub. Ja. Dus je wil eigenlijk naartoe dat mensen gewoon direct betalingen accepteren. Bijvoorbeeld in Bitcoin. En dat is nog ver weg, denk ik. Omdat het gewoon nog niet voor iedereen zo gemakkelijk werkt. Je kan niet zomaar even maandelijks een afschrijving doen. Je kan niet structureel betalingen doen. Maar die zijn er wel. Je zijn hebt toch providers zoals BitPay? Ja, precies. Maar bij BitPay krijg je uiteindelijk gewoon hetzelfde als met PayPal. Dat duurt eventjes. BitPay hadden we laatst nog in Hongkong. Dat die strijders voor vrijheid van de pers, geloof ik uit mijn hoofd, die kregen de paar bitcoin die ze hadden via BitPay niet uitbetaald. Omdat er problemen waren met regulatie. Dus, maar dat is dus wel een probleem. Dus je maakt technologie. Technologie die is in principe censuurvrij. Mm-hmm. Maar we creëren geen betere tussenpersoon. En met tussenpersoon heb je dus in principe niet meer nodig. Als in van, als zo'n actrice gewoon een QR-code naast haar hoofd zet... en die zegt, deze moet je scannen... en dan mag je een maand lang mijn Snapchat gebruiken. Want dat gebeurt vaak. Hè. Je sluit dan abonnementen af. En daar verdienen die mensen dan hun geld mee... door gewoon een abonnement af te sluiten... dat mensen een maand lang naar hun kunnen kijken. Ja. Whatever, wat voor trucjes ze dan ook uithalen. Nou, de private keys. Ja, precies. Ja, nee, maar je noemt private keys, maar dat is natuurlijk het probleem. Kijk, als jij een QR-code hebt... dan moet je wel weten hoe je bitcoin kunt
kunt versturen naar een exchange om bijvoorbeeld euro's of dollars van te maken. Want je kan weer niet alles met Bitcoin betalen. Ja. Dus er is een soort van... Ik vond het eigenlijk vooral belangrijk dat PayPal dus ervoor zorgt dat volgens Pornhub zijn het honderdduizenden content creators die niet meer hun salaris kunnen krijgen via PayPal. In één keer uit het niets, zonder reden. Ja. En dan denk ik gelijk aan Bitcoin. Maar mijn punt is dus, we zijn daar nog niet. Het is niet zo dat we nu kunnen zeggen van, nou, Pornhub, ga maar lekker allemaal Bitcoin accepteren, dan komt het helemaal goed. Dat ecosysteem is er nog niet. Nee. Maar het biedt wel mogelijkheden, vind ik. Nou, het biedt dus ook aan dat bepaalde beroepsgroepen behoorlijk afhankelijk zijn, hè, van dus andere betaalmethodes. Ja, want we hebben het vaak over landen waar het niet goed gaat met de economie en allemaal van zulke soort dingen, van dat Bitcoin daar interessant is. Maar blijkbaar dus ook voor van die randindustrieën zoals bijvoorbeeld porno. Ja, hoe je het ook bent of verkeerd, wordt altijd een beetje raar naar gekeken. En is het nou wel legaal of niet? Ja, het zal op de wallen misschien ook nog wel een dingetje zijn. Dat je gewoon je QR-code... aan het raam gewoon. En je mag je naar binnen. Nee, maar echt. Mag je naar binnen, ja. Heb je van niemand last? Kijk, dan is het aan jou om vervolgens je belastingopgave en zo allemaal netjes te doen. Maar iedereen kan dan gewoon een transactie doen. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat je, als je het op dit moment doet, dat je niet zoveel klanten hebt die zeggen van, nou, ik ga mijn Bitcoin wel eventjes staan. Want het staat ook voor altijd op de chain. Als jouw transactie gekoppeld wordt, als jouw adres gekoppeld wordt aan jouw naam en ze zien dan, hey, dit adres gaat naar dit raam, dat is een beetje, dat kan ook weer vervelend zijn. Precies, dus dan moeten we nog een stapje hoger en dan moeten we naar het Lightning Network. Lightning Network accepteren als je achter een raam staat of pornofilmpjes maakt. Ja, maar dan heb je in ieder geval wel dezelfde kenmerken zoals Cash nu heeft en dat is eigenlijk privé. Weet je wel? Ja, precies. Dat zei James Lopp in dat interview wat ik met hem had, van ja, Cash geld en een of andere wazige online virtuele debitcards of creditcards zijn ook nog blijkbaar heel anoniem, zei hij. Maar, ja. Maar Bitcoin, on-chain in ieder geval niet, nee. Maar Lightning wel. Ja. En, nou ja, goed. Dat interview kan je trouwens luisteren op ons YouTube-kanaal. Even een kleine plug. Ja, oké. Okay, nee, goed. Dus we zien dat eigenlijk die bestaande werelden van banken en dus ook staten, hè, dus zoals de staat China uiteraard. Dat was natuurlijk al een paar weken geleden in het nieuws dat China, ja, die zette volledig in op de blockchain technologie. Nou, ik weet wel waarom, denk ik. Omdat ze natuurlijk veel meer kunnen monitoren via blockchain, toch? Via hun eigen private networks kunnen ze dat inderdaad doen. En ja, ze schuren natuurlijk, ze schermen met de naam Bitcoin. Nu bijvoorbeeld op een staatskrant op de voorpagina gaan ze uitleggen wat Bitcoin is. En op zich, ik heb een paar vertalingjes gekeken en zo. Want ze hadden een paar maanden geleden denk ik ook een introductiefilmpje uitgebracht. Nou, er was niet zoveel mis mee. Er was weinig misinformatie in te vinden. Maar ja, laten we wel wezen, China is hier niet mee begonnen om Bitcoin groot te maken en hun controle over hun eigen geld te verliezen. Dat is gewoon niet wat er aan de hand is. Dus er moet wat anders achter zitten. Ja. En daarom inderdaad gaan ze zich inzetten voor blockchain, waarmee ze dus een eigen stablecoin uit gaan brengen. Nou, geen contant geld meer, dus je hoeft het niet meer te pinnen. Je kan het allemaal digitaal doen. Ja. En moedertje staat kan het allemaal lekker volgen en die bepaalt waar jij het uit mag geven. Nou, het heeft natuurlijk een digitale variant van je huidige forex-systeem is natuurlijk gewoon heeft volgens mij alleen maar voordelen, toch? Hoe bedoel je? Nou ja, dus dat je alles digitaal maakt. Vind je dat een voordeel, ja? Nou ja, vanuit hun gezien. Ja, precies, vanuit de staat. Vanuit een staat die de burger wil controleren, inderdaad. Nee, precies. Ja. Zo bedoel ik het. Nee, dat is... En dat is een toekomst waar we wel naartoe gaan. Want dat gaat toch ook, denk ik, met de euro gebeuren. Dat je dus een digitale euro krijgt. En daarom is Bitcoin zo belangrijk. Vrijheid van betaling is gewoon zo belangrijk voor je vrijheid in het algemeen. Of het nou gaat... Vorig jaar kwam de term freedom of speech money wel eens voorbij... Ja. En eigenlijk is dat wel heel... Dat is precies wat het moet zijn in principe. Dat je gewoon kan zeggen wat je wil. Want je kan de geldtransacties die je wil doen toch wel doen. En dat gaat niet gebeuren met deze Chinese hupplepup stablecoin. Maar het is wel opmerkelijk dat het in de nationale kranten gewoon wel breed uitgemeten wordt. Er wordt dus niet, lijkt het in ieder geval op het eerste gezicht, niet echt een haatcampagne gevoerd of zo. Nee, kijk, mensen, ik denk dat mensen ook soms overschatten. We zien soms in de chats ook wel eens uitingen dat Bitcoin verboden. We hadden natuurlijk die column in de FD van de redacteur daar. Ja. Maar goed, weet je, op zich die technologie kun je niet verbieden. Hè? Code kun je niet verbieden. Laten we dat voorop stellen. Ja, je kan je best doen, maar succes met de handhaven. Nee, precies. Dus ze gaan Bitcoin zelf niet verbieden. Ze gaan denk ik wel die on- en off-ramps gaan ze strak houden, zeg maar. Met KYC, AML, dat gaat nu komen. Dat is in Nederland ook
zijn die eisen super streng. Hè? We hebben met onze juristen ook gesproken. Clint Kabel die zei ook van, ja, je had AMLD 4, Directive 4, en je hebt nu Directive 5. En die is nog vele malen strenger. Daar gaan banken ook tegen protesteren. Ze gaan niet naar het Malieveld, maar die zijn er ook helemaal niet blij mee. Nee, want de controle wordt gewoon nog verder aangeslingerd, zeg maar. En als je het dan hebt over Bitcoin on- en on-ramp, on- en off-ramps, dat is precies wat hiermee ook met die digitale munt gaat gebeuren. Stel dat China dat zo meteen uitbrengt en iedereen gaat daarmee betalen. Nou, dan kan je precies volgen waar iemand Bitcoin koopt, waar dat adres is. Dus je kan iedereen helemaal in kaart brengen. Ja, dat dus is een natte droom van een overheid. Ja, precies. Gewoon controle en alles in eigen hand. Ja, maar de vraag is ook van, als je meer gaat controleren of je dat op de langere termijn een goede strategie is als overheid, of dat je dan ook juist je positie gaat ondermijnen, weet je wel? Ja. Want ja, ik vertaal het heel even naar het huishoudniveau van mij dan, de familie Simons. Maar op het moment dat je meer gaat controleren, gaat bewijs van meer strenge optreden, dat heeft vaak een averechts effect. Ja. En we zien het in Hongkong natuurlijk in extreem is. Ja. Maar we zien het in Latijns-Amerika ook. En in de lichte versie ook in Nederland, hè, met de boeren en met de bouwers. En ja kijk, mensen hebben gewoon, blijkbaar de geschiedenis, gewoon wel een beetje macht boven zich nodig. Dat zullen niet alle libertariërs het mee eens zijn, maar je bent gewoon altijd op zoek naar een punt waarop jij er tevreden mee bent met hoeveel zeggenschap iemand heeft. Dat ligt voor iedereen anders. Even. Maar ik denk dat we met z'n allen er wel over eens kunnen zijn dat het niet de bedoeling is dat er een overheid is die alle geldstromen kan zien en in handen heeft. Wat eigenlijk in de praktijk nu ook al deels aan de hand is met digitaal bankieren. Hè? Want al onze geldstromen digitaal zijn allemaal al in kaart te brengen. Ja, en te koppelen aan de persoon. Ja, precies. En dan komen we weer terug bij, daarom is Bitcoin gewoon interessant en belangrijk om te kijken of we ervoor kunnen zorgen dat het niet zo ver uit de klauwen loopt dat we echt niet meer kunnen betalen als de overheid dat niet wil. Of een overheid dat niet wil. Kijk, het gaat om de vraag van, dat zei de Jameson Lop ook, van ja, op het moment dat ik zeg dat ik hecht aan mijn privacy, dan maak ik mezelf al verdacht. Hè? En in deze wereld leven we dus al. Ja. En dan kun je zeggen, ja, maar wat heb je dan te verbieden? En ja, je moet verbergen bedoel je? Ja, of te verbergen en dan... Alles? Dan, nou, alles te verbergen. Ik wil niet dat de overheid alles van mij weet. Weet je wel? Nee, dat is echt bullcrap om te zeggen van, ik heb niks te verbergen. Want, nou, hang daar maar een cameraatje op in je wc. Ja. Er ligt ergens een grens en dan niet bovenin de dingen, maar echt in de wc. Ja, nee, doe precies. Maar. En mag de overheid meekijken? Nou, die mogen er ook nog een vingertje uitsteken. Weet je? Ja. Doe maar. En zolang je dat niet doet, dat betekent dat er dus ergens een grens ligt waarvan jij zegt van, nou, hier mogen mensen niet kijken. Je doet de gordijnen dicht 's avonds. En dat moeten we met z'n allen ook digitaal gaan doen. Want dat is gewoon waar we naartoe gaan. Ja. Nou kun je zeggen, Bitcoin heeft natuurlijk pseudo-anonieme transacties. Dus het is niet geheel privé. Er zijn natuurlijk wel bijvoorbeeld mixers. Ja, je moet je best doen om privé te blijven op het main netwerk van Bitcoin. Ja, en op zich die mixers zijn wel strafbaar. Hè? We hebben een producent van een, dat heet de Coin Mixer of Best Mixer. Best Mixer. Ja, Best ik weet Mixer, inderdaad. En die, daar is de field wel tegen op. Coin Mixer is niet strafbaar, omdat je gewoon recht hebt op privacy. Als jij en ik ons salaris uit zou betalen in Bitcoin en je gooit dat in een mixer, dan is er niemand, dat is niet strafbaar. Maar bij die specifieke mixer betaald. Ja, precies. Het moet wel wit geld zijn. Maar in die specifieke mixer zou volgens de overheidsinstellingen bijna alleen maar gebruikt worden voor witwassen. En toen hebben ze hem opgerold. Maar volgens mij zijn mixers op zichzelf als technologie zijn niet verboden. Nee, want je mag ook als ik mijn kerstgeld nu met jou omwissel, dan weet niemand welke briefgeld ik kerstgeld? Heb. Cashgeld. Hadden we maar kerstgeld. Precies. Nee, maar als jij en ik nu allebei een briefje van 10 omwisselen. Dat is wat er gebeurt bij zo'n mixer. Nou, dat is toch niet strafbaar? Nee. Oké. Nee, goed, maar je kent het ook wel dat je in de kroeg betaalt en dan gaat hij even door zo'n apparaatje heen. Ja. Dat, met een bitcoin is dat nog niet zo. En wat Lop dus zegt, dat klopt. Het maakt je dus verdacht als je je coins wil anonimiseren, als je het door een mixer gooit. Maar dat betekent niet dat het strafbaar is. Nee, precies. Dat moet nog maar bewezen worden ook. Ja, is het geld wit of zwart? Sowieso ook een rare term. Maar goed, hij gaf ook aan, dat brengt je ook wel in sociaal opzicht soms wel in het lastig pakket. Als jij hecht aan je privacy, dan ik me voorstellen, ja. Ja,
Dus dat is ook een keuze die je maakt. Nou goed, laten we in ieder geval verder gaan. Dus bitcoin transacties kunnen privé zijn. En dat is bijvoorbeeld voor de FBI ook een doorn in het oog. Want zij zien bitcoin als een groeiend probleem. Ja, dat laat FBI-directeur Christopher Wray weten tegenover de Senaatcommissie van... moet ik even opzoeken. De Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid en Regeringszaken. Ja. Dat is een hele mond vol, maar dat is een van de belangrijkste adviesorganen voor de Senaat van Amerika. Ja. En ja, wat hij eigenlijk vertelt is dat zij gewoon zien dat Bitcoin het bemoeilijkt voor hun om controle uit te oefenen en geldstromen te volgen. Nou, en dan is mijn antwoord eigenlijk, ja, Bitcoin werkt dus. Zelfs zulke machtige partijen zijn niet in staat om alle Bitcoiners en alle andere partijen in kaart te brengen en alles te voorkomen. En dat is precies waar Bitcoin in het leven is geroepen, om onder dit soort partijen uit te kunnen komen. En niet omdat je crimineel bent, maar gewoon omdat dat je recht is om vrijheid van betalingen te hebben. Maar laten we wel wezen. Is dat een recht? Is dat opgenomen in bewijs van de grondwet? Privacy sowieso. En veiligheid van... Vrijheid van betaling denk ik niet. Maar vrijheid van meningsuiting wel. En privacy ook. Dus het is maar net aan hoe je het insteekt, denk ik. Ja, want met name dat geldaspect. Ja. Ik hoor je wel hoor, maar met name dat geldaspect, dat zei Nick Szabo ook van... De centrale bank zit het dichtste bij de geldcreatie. Dus iedereen, dus ook de staat, zit het dichtste bij de geldcreatie. Dus die heeft ook in die zin meer macht. Ja, dan heb je het over dollar of euro's. Ja, precies. Ja. En dat is bij bitcoin in principe niet zo. Nee, je kunt zeggen, oké, sommigen hebben meer bitcoin. Ja, but that's it. Of sommige miners, hè, die minen heel veel bitcoin. Dat gebeurt heel veel in China. Ja. Nog steeds. Stimmt. Maar de distributie van bitcoin, kun je stellen dat dat eerlijker is dan het centraal gedrukte geld, fiat geld? Eerlijker sowieso, want er is in ieder geval een vorm van concurrentie. Kijk, je kunt je afvragen hoe eerlijk is het dat iemand in 2010 kon beginnen met minen. Maar ik vind dat niet zo heel relevant, omdat het vooral gaat om het nu. En nu, als jij niet in staat bent om mee te doen aan het bitcoin minen, dan kun je altijd wat anders doen in het ecosysteem. Ja. Want bitcoin is heel erg van, doe maar mee, ja of nee, mag je zelf weten. Er is niemand die jou verplicht met een geweer op je hoofd om mee te doen aan bitcoin. Nou, kijk, de sats zijn gewoon, je kunt gewoon heel makkelijk sats scoren bij wijze van. Hè? Je wordt lid bij een of andere exchange en je krijgt al sats dat is gratis. Hè? Ja, en voor een vrij lage drempel kun jij als sats. Iedereen kan in principe aan gratis een paar satoshis komen om te starten met bitcoin. En dat is ook wel... Dat is ook wel de mooi. Vraag is altijd, waarom doet men dat niet? Dat kan natuurlijk een soort onbekend maakte onbemind zijn. Desinteresse gewoon. Want ik denk ook dat niet heel veel mensen zo met privacy bezig zijn als dat mensen denken dat ze moeten zijn, zeg maar. Ja, maar dat was... Nou ja, dan ga ik weer even terug naar James Lott. Ja, kom maar. Omdat hij zei, privacy was niet hetgene wat mij interesseerde in bitcoin. Nee. Dat ging dus echt om die machtsvragen van... Ja. Voor mij was het geld zonder banken. Dat was mijn. Toen werd ik getriggerd. Ja, maar dat is het. Hè. Dat zei hij ook. Van, waarom hebben wij deze partijen aangewezen om ons geld te creëren? Gewoon? Die hebben we niet aangewezen. Tenminste, ik ben geboren. En er is voor mij een rekening bij de Rabobank aangemaakt. En that's it. Ja, precies. Ja. Ja, inderdaad. Je krijgt een jeugdrekening. En, en dan blijf je daarbij. Zeg maar. Precies. Als ik ooit een hypotheek mag aanvragen, dan zal dat er ook zijn waarschijnlijk, hoe kut dat ook is. Ja, want kijk, het is niet, banken zijn niet, hoe moet ik dat zeggen? Het probleem is vooral het geld. Op zich is het idee van een bank, van dat je ergens naartoe kan gaan om je geld of om je bitcoin veilig te stellen, is een optie. Iedereen mag die service aanbieden. Maar het gaat om de verplichting dat je bij een bank aangesloten moet zijn om wat dan ook te doen. Ja. Dat is denk ik ook wat Lop bedoelt. Dat is gewoon het vervelende aan het systeem van nu. Ja, het heeft een positie zich genesteld zeg maar, in ons systeem. Of het nou bij wijze van een zorgverzekeringspas is of bij wijze van je belasting, et cetera. Ja. Je kunt nog niet vanuit je bitcoin wallet je belasting betalen. Ja, dat is misschien ook niet... Dat is niet het hoofddoel. Nee, maar goed. Klopt. In sommige delen van de wereld wel. Zoeg. Heet dat zo in Zwitserland? Ja, bij Zurich. Daar kan je alle overheidsbelastingen gewoon in bitcoin betalen. En dat is een klein beginnetje, maar het kan dus wel. Tegelijkertijd moeten we dat nu niet met z'n allen willen, want ik denk dat we dan het netwerk verstoppen.
Nee. Nee, maar goed, weet je, stapje voor stapje. En het is ook wat Mark Jusko vandaag zei. In 2024 ziet hij als een sleuteljaar. Dat in ieder geval die technologische evolutie, zeg maar, nog extra meer een kickstart krijgt. Dat je er bijna niet meer onderuit kan. Ja, dit ecosysteem. Ja, het ecosysteem. En 5 jaar verder. Klopt, want ik had toevallig heb ik van deze maand, vorige maand, heb ik iemand op Curaçao, een familielid, geholpen aan Bitcoin. Nou, dat is best een tech-savvy gozer. Die kan gewoon zijn computertje zelf fixen en weet ik wat allemaal. Die doet printwerk, dus die is best wel. Die kan gewoon zijn ding doen. Hij print heel veel. Geld. Ja, precies. Nou, geen geld. Maar hij moest echt hard zijn best doen om aan Bitcoin te komen. Ja. Hij moest mij vragen van, joh, kan je even helpen? Bla, bla, bla. Dat betekent dus dat het voor de gemiddelde Nederlander, ja, of wie dan ook, nog moeilijker is. Dus, we zijn daar nog niet. Nee, het gemak is er nog niet. Voor, kijk, aan de andere kant een appje downloaden en een QR-code scannen kan iedereen. Maar ja, je moet het maar net weten hoe dat moet en waar je het moet halen en zo. Want er kan ook zoveel misgaan. Als je verkeerd googelt, dan kom je bij een phishing website, vul je alles in en dan hebben ze je private key te pakken. Ja, dat, hè. Dat heeft een digitaal aspect, maar het lijkt, ja, dat is een beetje speculoos, maar het komt, als je het woord Bitcoin zegt, dan komt het ook in een soort fysiologisch hokje in je hoofd, zeg, ja, maar. Dat het een soort van, dat is onbekend of zo. Ja, het is ook nog super onbekend. Hè? Terwijl, ja, weet je wel, wij hebben ook allemaal over het algemeen redelijke slimme, hoogopgeleide mensen om ons heen die allemaal doorgestudeerd hebben. Ja, maar ja, nee, men gelooft er dus ook niet in. En dat hoeft, dat maakt ook allemaal niet uit. Nee, ook je. Time will tell, toch? Of wij de gekken precies, zijn. Nee, precies. Of zij, weet je, dat gaan we zien. En ik vind dat ook wel een interessante discussie. Maar tegelijkertijd moet dat misschien ook niet het doel zijn. Er moeten gewoon. Kijk, wat wij met bitcoinmagazine.nl proberen, is gewoon het nieuws. Als je het leest, dan moet mijn vader bijvoorbeeld, die begrijpt de meeste nieuwtjes ook. Dat moet ook het doel zijn. Ook die van mij, ja. Ah, dat weet ik niet. Ik zal het eens vragen specifiek. Nee, maar hoe heet dat? Het is belangrijk dat mensen gewoon in aanraking komen met Bitcoin. Daarna zie je het wel. In mijn Bitcoin podcast met Patrick van der Meijden, die zei ook van, ja, ik betaal gewoon heel vaak in Arnhem met Bitcoin. Niet omdat dat nou zo, ja, whatever, maar gewoon om te. Het is een statement. Als marketing, zeg maar. Ja. Want hij heeft best vaak dat iemand zegt van, hey, hoe werkt dat dan? En dan gaat hij het uitleggen. En dat is een manier hoe je dan uit kan leggen van, nou, zo makkelijk is het. En dan komen mensen in contact met Bitcoin voor het eerst op een positieve manier. In plaats van, ja, kijk, met witwassen en andere gekkigheid. Het is ook helemaal niet zo moeilijk, weet je wel. Want je kunt, nee, weet je wel, je kunt gewoon wat euro's overzetten naar een broker of naar een exchange. Ja. Dan zit je op een wallet en daar kun je mee betalen. Het That's zijn it. 2-3 stappen. Ja. Nou, nee, dus. Ja, een punt wat ik wel altijd wel aan wil halen is, als wij moesten een bedrijfsrekening openen. Nou, daar zijn we best lang mee bezig geweest voordat dat allemaal helemaal rond was. Het waren geen maanden. Maar ze ging wel een weekje overheen voordat het helemaal rond was. Bij Bitcoin, stel dat wij een Bitcoin bedrijfsrekening willen, dan is het 2 klikjes op de knop en je hebt het geopend. Dus eigenlijk in de praktijk is het makkelijker, ja, dan het huidige banksysteem. Ja, als je ook gewoon netjes je belasting aftikt, zeg maar, vanuit je Bitcoin rekening. Ja, als je dat zou willen. Ja. Dan volgens mij is er dan niks aan de hand. Nee. Maar goed. Maar even nog terugkomen, ja, op de FBI. Ja, wat hij dus eigenlijk aangeeft, is dat ze ook verwachten dat het nog veel verder gaat groeien. Oftewel, laten we het zo zeggen, de FBI is bullish on Bitcoin. Ja, ja, nou ja, het feit dat de FBI erop op aanslaat is zeg maar wel hetzelfde als Donald Trump, weet je wel. Je kunt het zien als een soort goedkeuringsstempel, zeg maar. Erkenning. Je bent in ieder geval groot genoeg om, voor een paar tweets, ja, van Trump. First they laugh at you. En dan gaan ze je proberen aan te vallen. Daarna kopiëren ze je. En dan win je. En dat is wat. Je zit nu in de fase dat mensen dingen gaan kopiëren. Kijk naar al die centrale munten en zo. Een paar jaar geleden, toen ik begon met Bitcoin, rond 2015 of zo. Toen was Bitcoin nog echt onzin. Volgens centrale banken, volgens hoofden van de landen, als ze er al over hadden. En nu zie je gewoon dat mensen het gaan kopiëren en op hun eigen manier gaan interpreteren. En dan vergeten ze alle kernwaarden die Bitcoin heeft, zoals decentraliteit en openheid en weet ik wat allemaal. Maar ze maken er dus een mindere versie van door de staat uitgegeven coin. Ja. Ze kopiëren het, proberen het te kopiëren. En dan, ja, komen ze erachter dat dat niet kan. Je gaat het pas zien als je doorhebt, dat zei een beroemde voetballer. Ja. Dus interessant. We hebben een aantal nietjes besproken. Dit was Bitcoin Journaal nummer 16 alweer met Robin Hees en Bessel Simons. Je kunt naar bitcoinmagazine.nl voor de laatste nieuwtjes. En ja, we zijn sinds kort ook gestart met de dagelijkse TA overigens.
ja. Van John Vermeer. Dat is ook wel leuk. Als je wat meer over prijs wil weten, dan kan je daar terecht op ons YouTube-kanaal. Bitcoinmagazine.nl en dan vind je hem wel. Nee, dat ruimt. En voor de rest, tot de volgende keer. Yes. En tot ziens. Thanks voor het luisteren en later.